het waar wat mijn mama zegt, als ik één wesp dood, dan er meerdere wespen komen. Ja, dat klopt jammer genoeg wel. Als er één wesp doodgaat, scheidt die feromonen af. En feromonen, dat is een geurstof. En daar reageren andere wespen op van, oei, onze maat is in gevaar. En wespen zijn groepsdieren, zijn sociale beesten, leven in een heel groot nest. Dus als je ze dood doet, gaan er meer komen. Doe je die ook dood, gaan er nog meer komen. Gewoon doordat ze op geur reageren. Dus een wesp doodslagen en nog doodslagen, ga je meer en meer wespen krijgen. Niet doen. Ik zie veel mensen met hun handen waaien om een wesp weg te jagen. Helpt dit eigenlijk? Nee hoor, waaien met je handen is zeker niet goed. Als er iets donker passeert voor een wesp, is dat voor een wesp gevaar. En die gaat veel agressiever worden. Dus heel kalm blijven, zelfs als het op je neus komt zitten. Heel kalm blijven en de wesp gaat vanzelf weggaan. Is het waar dat wespen worden aangetrokken door felle kleuren en parfum? Ja en nee. Ze worden aangetrokken door parfum. Dat beschouwen ze als iets agressiefs en dat is een vreemde geur voor hun. Een vreemde geur, dat vinden ze gevaarlijk, dus gaan ze agressief reageren. Door kleur worden ze niet aangetrokken. Een bij gaat naar een kleurige bloem, maar een wesp reageert op geuren en absoluut niet op kleuren. Dus trek je kleurrijk t-shirt aan, geen enkel probleem. Hallo, de video heb je al bekeken? Dikke merci en nu de video nog liken. Ja, daar beneden zo. Ja, en hier vind je nog veel meer video's. Abonneer je snel op ons kanaal om niets van Karwei te missen.